allereerste zakelijke video van 2023. Ik heb gisteren mijn huiswerk gemaakt. Ik heb mijn hemdje aangedaan, heb met mijn stoel gezet en heb 78 minuten lang gaan kijken naar de rewind film van Celine Michiel. Ik dacht dat mijn kontje opgetrokken ging worden. Dat ik moeite ging hebben met wakker blijven en dat vreselijk ging zijn. Maar het was niet zo erg, man. Vergeleken met Project Geo is deze film echt heel goed. Ik denk dat het niet zo erg mocht geweest zijn om als ouder naar deze film te gaan kijken met jouw kleine baby. Deze film was gewoon niet zo slecht. De initiële start van de film is wel gewoon 1-op-1 gestolen van Jumanji. Celine en Michiel zijn bezig met hun 500ste video en daarvoor moeten ze een videoclip maken. Michiel heeft zo een VR-bril gekocht op een Chinese website en ze nemen die mee naar een verlaten schoolgebouw. En Celine doet daar die bril aan en die bril glitcht. En zij wordt terug in de tijd gezogen naar 1996. Dan is ze in dat schoolgebouw die nog niet verlaten is. En dan probeert ze vandaar aan mensen uit te leggen dat technologie nu overal is en dat internet bestaat. En dan probeert ze teruggestuurd worden naar onze tijd. Maar het hele verhaal op die school is eigenlijk wel leuk, man. En op sommige momenten is het zelf, weet je, relatable. En snap je, Celine ziet er ook gewoon goed uit, man. Dus het is niet slecht, man. En kijk, op sommige momenten, en dit stuk, dit is zo raar. Op sommige momenten proberen ze zo die jongere taal en alles wat wij gebruiken online om te praten, zo in een film om te zetten. Maar het lukt niet. Nee, eigenlijk voetbal ik heel graag. Echt? Ik ook. Ja. Hashtag BFF. Ik heb echt mijn huiswerk gedaan. Ik heb hier een blaadje met allemaal timestamps op. Met momenten waar ik echt dacht van, yo, dit hoeft niet. Hier is niet om gevraagd. Je hebt me echt al zo hard geholpen. Ik doe wat ik doe, wat ik doe. Jij bent echt de goat. Goat? Als in geit? Nee, G-O-A-T. Greatest of all time. Zo fucking ongemakkelijk om naar te kijken. Maar het duurt wel elke keer zomaar een paar seconden dat je even de bibber krijgt en al je haar voelt recht komen. Hetzelfde als de stepscène. Niemand voert zo'n gesprekken terwijl ze op elektrische steppen aan het rijden zijn. Amigos, la familia, frenemies. Big Brain Carlos weet wat je moet doen. Mobiliseer alle semi-volgers om ze in te vinden. Dat gebeurt gewoon niet. Ook die step van Michiel is veel te klein in die scène. Maar goed, de film duurt maar 77 minuten, dus de scènes zijn nooit lang. De film is meer voor meisjes dan voor jongens. Je volgt ook veel meer Celine dan Michiel. Het is veel meer rond haar dan rond hem. Maar dat stoort niet. Dat is wel nice. Deze video is zo positief, man. Wie had dat gedacht? Het is wel echt meer een meisjesfilm dan een jongensfilm. Maar ze komen op voor goede dingen, man. Het bericht van de film is dat je moet doen waar je jezelf goed bij voelt. En op sommige momenten zagen ze dat op een hele rare manier. Oh my god. Steek jezelf nooit weg en leef niet voor wat anderen willen. Underdogs rule the world. Het gaat zo vooral om Celine voetbalt. In het echt, toen zei je dat ook, denk ik. En in 1996 was het not done om als meisje mee te voetballen met de jongens. Maar zij heeft geen fuck en ze doet het toch. En ze beaten. Dat is zo de hele Darth Vader versus Luke Skywalker moment. Snap je het punt waar hij heel deze film naartoe bouwt? Is een voetbalmatch. Waar de jongens tegen de meisjes spelen. En dat klinkt heel stom. Het is ook een beetje raar geëdit of zo. Maar het is wel leuk. Ik dacht dat ik deze film volledig ging neerhalen, maar het is op sommige momenten heel slecht geacteerd. Nee, het heeft geen zin. Ik denk dat ik hier vastzit. Snap je, het is de allereerste keer dat ze effectief moeten acteren, dus dan vind ik dat ze het eigenlijk wel goed gedaan hebben. Dit was niet shit. Het enige wat wel shit was, is het liedje van Pat Crimson, man. En dat had ik al gezegd toen ik aan het reageren was op de trailer. Ik denk dat ze zelf ook dachten, dit liedje is zo trash, dat we het pas als outro gaan gebruiken. Bro, de film is gedaan en dan pas laten ze het liedje horen waarover heel de film zou moeten gaan. Maar het is niet goed. Elk stukje waarin Pat Crimson en die Loredana zitten, is dog shit. Man. Ik snap die link nog steeds niet. Misschien omdat hij in de jaren 90 populair was, dat ze dachten van misschien is dat leuk. Maar het moest niet. Eigenlijk niet. Ze hadden iedereen anders kunnen nemen dan Pat Crimson. Want het klopt gewoon niet. Het past helemaal niet bij de film. Ook elke keer als ze een gesprek hebben met hem, is het via FaceTime. En ze proberen zo een zieke hype op te bouwen naar wat Patje Crimson gaat doen. Maar bro, die laatste scène waarin ze elkaar dan uiteindelijk zien, zo overbodig. Oh my god! Wat is dit? Zo blij dat we hier zijn. Echt super. Oké, let's party! Ik kan me niet inbeelden dat een van hun fans op het einde van die film echt nog super hyped was om Pat Crimson te zien. En er is niet eens excitement in de film. Like, ze staan daar ook gewoon. Ja, ze hebben een liedje gemaakt voor hun 500ste video. En dan begint dat lied en het is kut. Het is niet goed.
Er is een dansscène in deze film waar daar zo een feestje georganiseerd wordt op die school in 1996. En dan dansen ze op muziek uit die tijd. Dat is leuk. Dan leert Celine zo de mensen daar een paar TikTok-dansjes. Snap je, soms is het funny, maar het hele pad crimson ding na. Het was niet slecht, man. Ik ga niet zeggen dat ik ervan genoten heb, maar ik had erger verwacht. En het was goed. Dus toch een applaus voor Celine Michiel. Dit was goed, man. Vergeleken met Project Geo was dit echt een topfilm. Insane! Insane! Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Aangenaam verrast. Echt aangenaam verrast. Het whole hele deel van Pat Crimson en al die rare tiener shit die ze zo proberen relatable te maken waar niemand praat zo. Ah, niemand. Nee. Ah, niet. Het was niet super, maar het was niet vreselijk. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. All the love. All the fucking power. En tot de volgende keer. Yo! Hey, check the bomb.